Ja, Stichting Vrijverveling is gewoon voor kinderen die niet zoveel geld hebben om op vakantie te gaan. En ik heb ook niet zo heel veel geld om elk jaar op vakantie te gaan, dat geef ik ook wel toe. Daarom ben ik ook altijd hier. En ja, maakt niet uit dat ik geen Nike Air Max heb, of geen Ed Hardy, of Burberry, maakt niet uit. Want sommige kinderen kunnen daar gewoon niks aan doen. Het ligt gewoon aan, ja, aan het geld wat je dan hebt. Ja, het ligt gewoon aan het geld. En niet iedereen heeft zoveel geld als anderen. Want soms word je er gewoon mee gepest. Maar dat vind ik eigenlijk gewoon een beetje kinderachtig. Want je kan zelf ook dat kind zijn die niet zoveel geld heeft. En dan ga je anderen lopen pesten. En dan vind ik eigenlijk gewoon een beetje laag, een beetje zielig. Bij. Je gaat er wel in maar slapen, hè? Tent 8. Kunnen we bij elkaar? Ja. 9. Ferry! Ferry! Welk tent stap ik ook weer? Ja, ik weet wel hoe die heet. Die denk je dat ik achterlijk ben of zo. Hé? Nou, moet je tellen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik had al van mijn moeder gehoord dat we een eigen tent konden hebben. Tentje 11, 12, 13, 14 en 15. Kunnen jullie bij elkaar slapen? Ja, goed. Ik weet nog niet welke tent het is. Ja, dat komt er zo wel. Ik kom er zo bij, moet je voor je tent gaan. Wilt u even hier komen? Bij zijn kleine tentjes. Mijn ouders niks leuks hadden te doen om vakantie te gaan, want we hadden te laat ingecheckt naar Amerika te gaan. Nou, dan kan je nu naar het veld. Dat is helemaal geregeld. Doei! Oké, doei!